Hallo, ik ben Arjan. Welkom bij Alien Isolation. Ik ben op dezelfde plek waar ik de vorige keer ben gestopt. Oftewel angstig in een klein kastje. En ik weet niet precies wat de bedoeling was. Dus ik ga heel eventjes kijken in het log wat we moesten ook weer doen. Wij moesten een trauma kit vinden. Oh ja, dat moesten we doen. Ondertussen hoor ik dat beest ook steeds. Dat is hier ook ergens. Ik heb al wat. Dit is het mortuarium. Ik heb hier al iets met cool dingen gedaan de vorige keer. En nu moeten we dus een trauma kit zoeken. En dat beest zit echt hier vlak boven. Dus ik ga heel eventjes. Hij zit hier gewoon vlak boven in de ventilatieschacht. Ja, dat vind ik niet zo heel tof. Maar misschien kan hij hier niet komen. Maar wat was het dan toch? Hier ergens in deze ruimte zit een soort gat in het plafond. Kan ik dat zo zien vanaf hier? Als hij daar doorheen komt, dan... Ik hoor hem de hele tijd. Als je dit nu terugkijkt, of als je dit nu meekijkt live, of je ziet het later op YouTube, even een tipje. Dat moet ik elke keer zeggen, ik vergeet dat steeds. Zet ook een headset op. Doe dat. En dan hoor je namelijk precies wat ik hoor. En dat is best wel creepy op zijn tijd. Ik weet niet of je dat nu ook al hebt op de livestream. Want ik heb echt nog nooit geluisterd hoe het klinkt op livestream. Ik ga er altijd maar vanuit dat het goed klinkt. Maar de opname in ieder geval, daar hoor je het wel in. En ik moet eruit, hè. Hij is nu weer weg. Goed. Ik kijk ondertussen even wie er op dit moment meekijkt. Ah, nee. Ah, ik durf niet, hè. Hier zijn we in geweest, toch? Yep, hier zijn we in geweest. Ja, dit hier is een... Even verstoppen. Daar moet iets in. In dat ding, in die buis daar. We hebben er al drie. Die hebben we geactiveerd. Maar in deze buis moet er dus ook één. Waar ik die vandaan moet halen, geen idee. Dikke komen ze, sneaky cow, steefje, bieken. Nou, hartstikke leuk dat je kijkt, jongens. Altijd tof om jullie erbij te hebben. Ik ga even een half uurtje, drie kwartier, uurtje tops spelen. En dan... Dit heb ik vorige keer ook gezien. Dit lijkt op wat we zoeken. Maar dat is het niet. Het is eigenlijk bug en ik kan het dan wel oppakken. Nope, dat kan niet. Ja. Geen idee eigenlijk wat nu de bedoeling is. Ik zou niet weten... Oh, die deuren ook. Hou eens op. Ik schrik me elke keer een ongeluk. Deze terminal, die kunnen we accessen. Maar we kunnen daar niks op. We kunnen iets activeren. Maar pas als we dat hele koelingssysteem in elkaar hebben gezet. En dan missen we dus hier een dingetje. Hier is ook nog wat, maar dat is waarschijnlijk ook niet. Nee. Ik hoor het rotbeest ook maar de hele tijd. Laten we eens hier kijken. Dat is gewoon net doen alsof er geen eng monster op ons jaagt. Waarom kunnen hier naar binnen? Oh, daar ben ik de vorige keer niet geweest. En hier ligt wat ik nodig heb. Nou, dat heb ik er nu verzameld. Goed, ligt hier verder nog iets? Behalve dooien. Hier zit een gat in het dak. Daar ben ik een beetje bang voor. Wel fijn dat het vlak naast... Oké. Even snel erin. Wel fijn dat het kastje vlak naast het ding is waar ik het in moest duwen, wou ik zeggen. Goed, dan kunnen we dat nu activeren. Laten we dat doen. Access terminal. En we zien wat er dan gebeurt. Activate and restore coolant to optimum operating temperature.
Heb ik nu toch gedaan? Ik kan het niet kiezen. Wat mis ik? Moet ik nog iets doen? Ik heb geen idee. Het is eigenlijk niet wat ik nu moet doen. Ik moet zo'n trauma kit vinden. En dat, waar is het op de map? Hier rechts. Daar is het ook. In die kamer moeten we ook weer zijn. Ik kom er net vandaan. En nu ik dit gat heb gezien, ben ik weer bang. Ik loop er zo'n beetje langs. Nu is hij wel in de buurt. Nu is hij er wel. Nu is hij er wel. Oh jee, ik ga dood. Oh, ik ga dood, ik durf niet. Ik had geluid iets zacht te zetten. Waar moet ik zijn? Hij is rechts. Hij is daar. Hij kijkt daar. Daar is hij. Hij kijkt. Ah, ik ben bang, hé. Goed. Vind ik zo'n trauma-kit. Ik durf deze kamer niet meer uit. Hij is er gewoon nu. Rechts. Ga dan gewoon weg, denk ik bij mezelf. Maar nee. Zo makkelijk is het niet, zegt hij. Ik kan ook lijken doorzoeken, hè? Nee, dat kan niet. Hij is nog steeds rechts. Ik kom hier deze kamer niet meer uit, ben ik bang. Weet je hoe koud het hier is? Hij is weg. Ik snap het niet. Ik snap niet wat ik moet doen. Echt niet. Zet hem op, bange poepert, zegt Paul. Ja, bedankt hè. Held. Ik weet niet wat ik moet doen. Een trauma kit. Dat is de hele bedoeling. En dat is hier ergens blijkbaar. Ben ik in de kamer hiernaast ook al geweest? Daar. Ik weet het niet meer. Was 7 en omdat ik gewoon omdat die cool dingen erin gedouwd heb. Nou, dan hebben we die in ieder geval gesaved, dat is prettig. Yes, please. Nu die kamer daar. Die is ook open. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ook in geweest ben. Maar misschien ook wel hoor. Ah, rewire. Zie, ik miste al iets. Maar ik hoor hem. Hij zit hier ergens achter in de buurt, vlakbij. Shit, help. Als hij hier binnenkomt, ben ik dood, hè.
Hij zit hierboven. Het ergste van alles is het apparaatje. Je zou denken, waarom houdt het apparaatje niet voortdurend in beeld? Dat hoort hij dus. Kijk op. Rewire. We gaan het doen. Air purification. Uit. Vent access aan. Samuels, there's a Dr. Lingard, senior medical officer. Should be able to find out where they're keeping everything in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Oké, waar moet ik heen? Ah, hier is wat. Wat is hier? Hier is iets belangrijks. Item, tool, wapen, hier ergens. Oh, er gaat iets open. Wacht even, ga staan. Een ID-tag. Nou, dat was het wat ik moest vinden. Goed. Investigate Lingard's office. En Lingard's office ligt op een andere verdieping. Ja, dat ligt op een andere verdieping. Hoe komen we daar? Waarschijnlijk via de ventilatie dingen. En dat weet ik omdat ik dat net heb aangezet. Ik ga gewoon weer saven, want elke scheet die ik laat in dit spel wil ik gesaved hebben. Ik wil niks twee keer moeten doen. Yes, please. Goed. Nou, schakel die vent access uit als de alien erin zit. Nee. Ik moet daar hier. Het is de enige manier om hier weg te komen, denk ik. Ik denk dat ik hierin moet. Oké, dan. Oké, nu kan ik klimmen hier. Zo donker hier ook. Jemig, hoe ver moet ik omhoog? En zover dus. Waar ben ik nu? Ah, ik ben wel in de buurt. Oké, vallen. Is er ook nog een hokje waar ik in kan? Ja, hier. Fijn, even wachten. Hoor. Gewoon even op adem komen. Dit lijkt op dezelfde ruimte die ik al bezocht heb. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Het lijkt op de ruimte die ik zelf al bezocht heb. Maar die is het niet. Goed. Jan is er ook bij. Hallo. Goed. Ja, dat wou ik vragen. Even iets op. Even een beetje wat luchtiger onderwerp. Heeft een van jullie al, ik ga het gewoon elke keer weer vragen, die 1979 film Alien gezien? Zo niet, doen. Ik heb het vorige, ik zeg het elke keer weer. Ik blijf het zeggen. En vooral de mensen die het ook steeds kijken, ga dit doen. En eventueel Aliens ook. Kun je ook wel bekijken. Dat is ook een leuke film. En daarna moet je het zelf maar weten. Moet je echt doen. Dat is leuk. Goed. Hé, anders. Kijk, is er voor het apparaatje voordat ik wegloop? Misschien handig. Want ja, hij is echt in de buurt. Goed, wat staat hier eigenlijk? Please order move of above. Oké. Ja, hij komt langs hoor, hij komt even op visite. Steve heeft het nog niet gezien, doet ze morgen. Heel goed. Heel goed. Hij is echt vlakbij. Hij is vlakbij. Ik durf niet. Ik moet recht voor me zijn. Naast het kantoor van Lingard. Hij is weg. Alles mee. Oh jee. Oh jee, ik ga dood! Oh. Ik heb het niet gezien. Ik durf nu op de stream wel terug te kijken. Wat er nu is al gebeurd. Oh man. Woe. Goed, volgende poging. Moeten we die lange trap nemen.
gaan we weer. En we gaan erin. Oh, wat vreselijk is dit. Ik heb het al vaker gezegd, zeg het nu weer. Dit spel, ik zou het nooit spelen als het niet Alien was. Als het ook maar iets anders was. Als het een ander monster was, al waren die levels precies hetzelfde geweest. Als het exact dezelfde game was geweest, maar dan met een andere, gewoon een ander dingetje eromheen, een ander hoesje eromheen, in plaats van Alien, had ik het niet gespeeld. Maar ik vind het gewoon zo cool dat het Alien is. Oké. We gaan deze kant op. Nee, want dan kunnen we niet naartoe. We gaan... die kant op. Nee, we gaan even weg hier. Want ik hoor hem en dit vind ik niet fijn. Het is machtig donker. Waarom heb ik het licht niet aangedaan? Ik hoorde hem. Gelukkig is het een game. Hè? Gelukkig is het een game, een leven zonder Arjan. Ik snap dat niet helemaal, NRC Planet. Moet je me even uitleggen. Misschien had ik dat erboven ook moeten lezen, maar goed. Juist. Nou, goed. Ik moet even lef verzamelen om nu weg te gaan hier. Maar hij is in de buurt, dus ik wacht even. Ik lees even wat jullie te zeggen hebben. Is hij al weg? Nee. Waar kwam je nou vandaan dan? Er is toch helemaal geen deur daar, links? Is er een ventilatieschacht daar? Of een gat in het plafond? Oh ja, tuurlijk. Dat gat waar ik doorheen kwam. Daar kwam hij ook doorheen. Hij kwam achter mij aan. Juist, dat was het. Dat het beter is dat je in een spel doodgaat in het echt. Ja, dat is over het algemeen beter, NRC Planet. Dat klopt. En hij is nu rechts. Ga eens weg, beest. Ik wil verder. Oh, nu is hij weg. Volgende poging. Heeft hij het licht aangedaan hier of heb ik dat gedaan? Oké, hij is vlakbij, vlakbij. Laat me erin. Hier, stoppen. Op z'n keek en weg. Oeh. Ja, hij is in de buurt hoor. Hoe is hij weer weg? Oké, waar ben ik nu? Ik ben nu in het juiste kantoor. Oké, prima. Ah, maar ik durf gewoon. Ik heb vandaag een slechte avond, merk ik, als het gaat om Alien. Bieke en Steefje vroeger, ga je vanavond even streamen? Nou, toen dacht ik, nou, ik lag lekker op de bank, een beetje tv te kijken. Ik lig lekker op de bank tv te kijken, dus ik heb er niet over zin. Maar, dacht ik, ja, maar ja, ik ga toch zo naar boven. Laat ik dan nog maar heel eventjes doen. Hier is nog een map. Oké. Okay. Hier was ook nog wat. Ik zag net iets staan. Oh, hier. Oh, ik kan natuurlijk bukken. Niet dat ik daar wat aan heb. Als dat beest binnenkomt, ziet hij me sowieso wel. God, die rotdeur. Houd toch op met die stomme rotdeuren. Oh, zo'n hekel aan die dingen. Schiet me ook helemaal rot, man. Daar is ook nog een kistje, zie je, met een lampje erop daar. Even kijken, iets... iets rechts van ons, daar is een groen dingetje. Daar kan ik ook wat mee. Goed. Ja, dat geluid doet het hem. Dat klopt, sneaky cow. Je hebt helemaal gelijk. Ik moet wat gaan doen. En dat is... ik moet hier iets onderzoeken. Of niet? Even inzoomen hoor. Is hier een safe? Nee toch? Hier is geen... wat is dat voor iets? Een terminal staat hier in deze ruimte. Die heb ik ook niet gezien. Dan moet ik die gaan gebruiken. Maar even wachten, want hij is in de buurt. Eventjes geduld. Voor mij is Arjan banger voor de deur als de alien. Nee. Ik ben bang voor de alien. Maar die deuren, die triggeren die angst. Dat is het gewoon puur. Ik denk dan, oh,
Ik kan er gewoon niet bij dat ik degene ben die die deur triggert. Ik denk altijd dat het alien is die aan de andere kant van die deur triggert. Dat is. Hij is in de buurt. Ik durf hier niet weg. Nou. Zie je, hij is dichtbij. Hij is heel dichtbij. Hij zit hier recht boven. Dat hoor ik ook. Ik heb dit spel nog nooit beneden gespeeld. Zeg maar. Beneden bedoel ik mijn woonkamer. Ik heb een geweldige 5.1 set daar. En een super tof versterker. En ik heb dit spel nu ingesteld op headphones. Ik heb hem dus nog nooit ingesteld op 5.1. En dan... Het lijkt me echt super scary om hem daar te spelen. Maar ja, daar hebben jullie het niks aan. Want dan kan ik het hier niet opnemen. Maar toch. Dat ga ik ook wel een keer doen. Vroeg of laat. Met vrienden erbij. Dus het beest loopt nou eens weg, man. Hij is in de buurt hoor. Hij zit achter die deur daar. Daar is hij ergens. Je hoort hem ook trappelen. Maar goed, nogmaals. Het apparaatje zou ik het liefst de hele tijd gewoon recht voor mijn neus aan om te weten waar hij zit. Maar dat kan niet, want dat stomme piepje, dat hoort hij. Hij kan misschien niet zo goed zien, maar hij ruikt en hij hoort het best. Oh, is hij weg? Nee, hij is niet weg. Natuurlijk is hij niet weg. Nou ja. Naar die terminal. Ik ga naar die terminal. Oké, gaan we dan. De terminal. We pakken de informatie. Mrs. Lingard, senior medical officer at Sevastopol Station. I want to... I have been placed under duress with regards to the compromise patient zero. And Ransom, Season's head of operations, he made certain threats for my career and my certification. I want that on record. God. That woman needed help. I didn't know what type of parasite she had encountered, but it had planted something inside her. I am so sorry. I had no way of knowing what would happen. Okay, dit hebben we geleerd. Goed. Oké. We hebben nog iets meer informatie gevonden en dat wil ik even bekijken. Zo, eens even zien. Dispensary is empty. Morley. Message for Lingard on her return. I've prepped the patients in the trauma ward for transportation as best as I can before Waits locks the place down. I'm going upstairs to the psychiatric ward to make sure there are no stragglers. The dispensary is now empty. Everything San Cristobal has to offer in terms of first aid and medicine is with you or elsewhere on station. I'm hoping you'll bring back good news. Morley. Oké dan. Kev Kwaad zegt zelfs die vrouw die kijkt al in. Ja. Dat klopt wel. Op een bepaalde manier. Wat hebben we nu geleerd? We hebben iets geleerd. We gaan naar de operatietafel voor de trauma kit. En de operatietafel is natuurlijk compleet ergens anders dan waar ik nu ben. Juist. Ja. Handig. Ik zie daar wel een soort schuin... Ja, ik weet niet hoe ik daar moet komen, hé. Ah, ik durf niet meer, joh. Ik heb echt een beetje last van de angst vandaag. Ja, ik moet schuin die kant op. Even wachten, want ik krijg eerst even visite. Denk ik. Goed. Danny Maas, zonder zo laat. Ja, waarom niet? Als ik zin heb, dan start ik een livestream op. Zo werkt dat dan eenmaal. Goed. Is hij weg? Hij was in de buurt. Ik hoor hem nog steeds lopen. Ja, hij is rechts hier. Ik durf gewoon niet, jongens. Erg lastig. Ik heb wel een primeur voor jullie. Even gewoon iets. Ik ga zo meteen eerst nog even. Ah nee. Oh, waarom? Niet zo'n safe punt.
Hij is in de buurt. Ik heb wel wat nieuws voor jullie. Ah, daar is hij. Oké dan. Ik ga er gewoon achteraan. Fuck! Oh, jumpscares. Oh, dit is niet leuk. Ah, man, ik durf niet meer, hé. Ik heb nieuws voor jullie. Leuk nieuws. Ik bedoel, jullie zijn erbij nu. Jullie horen het gewoon als eerste. Zowel Paul als ik hebben vandaag de gloednieuwe game Dying Light gepreorderd. En die gaan we vanaf woensdag voor je spelen. Tenminste, eerst, zodra die uitkomt, ga ik eerst het begin opnemen. Hij is echt... Lazer op! Is hij weg. Zag ik die deur opgaan? Ik deed hem niet open hoor. Hij deed hem open. Maar goed, dus dat is echt die game die is geweldig. Van de makers van Dead Island. En ja, super tof. Dus die gaan wij spelen. Waarschijnlijk ook al samen in livestreams. Maar ik ga hem sowieso eerst indruk van opnemen. En dan ontzettend veel zin in. Oh, die game is zo mooi. Ik kom hier nooit meer weg, volgens mij. Ik geloof dat ik ooit nog wegkom. Zo snel, hè? En weet je wat ik ga doen? Lazer opbeest. Nou ja, Dying Light. Maar goed, die game, ik weet niet of jullie er wel van gehoord hebben, maar dat is van de makers van... Oké, ga. Van de makers van Dead Island. En Oh! Ik kom hier nooit meer weg. Ah, hoe kom ik hier nou? Ik kom hier nooit meer weg, hé. Hoe moet ik dat doen? Ik weet echt niet hoe ik hier wegkom. Nou ja, zombies. Super cool. Moet je gewoon kijken. Het is echt leuk. Moet je maar eens even zoek maar eens een trailer op YouTube. Echt cool. Dying Light. Dat is het primeurtje. Die gaan we spelen, Paul en ik. Ja, hij is links van. Ik durf niet meer, joh. Ik durf niet meer. Mensen haken allemaal massaal af. Hier, is hij weer. Hij is er gewoon. Hij loopt hetzelfde rondje. Hij patrouilleert.
Oh, shit. Ik ben de weg kwijt. Oh, help. Help. Ik liep verkeerd. Waar ben ik nou heen? Waar ben ik heen gelopen? Ik moet recht... Even kijken. Rechtdoor. Hè? Huh? Shit, hé. Totaal de weg kwijt. Oké, nu ben ik daar. Oké, prima. Oké. Hij is in de buurt. Yep. Oké, even opletten. Ik moet dus zeg maar nu links en dan links en dan weer links. Links en dan weer links en dan rechts. Weet je, alles moet ik overdoen als ik nu weer dood ga. Vanaf dat punt waar ik ben begonnen zo'n beetje. Oh god, ik ga dood. Oh shit! Oké. Ging dat ding nou, ik heb niet, ging die nou serieus omhoog op het moment dat ik er voor stond? Waarom is hier geen safe? Ik ben gewoon langs die plek gelopen met die ladder. Ik snap hier niks van, joh. Waar is die ladder nou daar? Oh, maar daar kon ik natuurlijk niet in. Die plek waar ik in kwam met die ladder, daar was een gat in het plafond. Oh, daar kom ik helemaal niet meer uit. Ik zit hier vast. Ah, ik wil een 7B. Is afgestopt ik. Hij is hier, boven. Dan heb ik niet gelezen of jullie weten wat Dying Light is, zeg maar. Maar goed, dat wordt echt cool. Heel veel zin in. Ik weet niet waar ik heen moet. Die kant op. En die kant op is daarheen. Hoe kom ik daar? Geen idee. Daar... Hier links van mij, is dat een deur? Achter mij? Yep, hier is een deur. Keycard voor nodig. Dus we moeten nu een keycard vinden, want het is nooit eens een keer zo makkelijk. En die keycard die vinden wij... Waar ergens? Geen idee waar, maar dat is een security desk. En daarvoor moet ik zeg maar hier de kamer uit en dan twee keer linksom. Zeg ik linksom goed? Ja, linksom.
In die kamer daar. Safe punt. Safe punt. Oeh. Lieve mensen. Ik ben hier heel blij mee. Want ik durf niet meer. Ik durf echt niet meer. Ik ben een scheiterd. Sorry, maar... Molotov. En hier is Colonial Marshall, Borley, Shared, San Cristobal, Audio. Dr. Lingard, this is Ransom. Remember me? Your friendly Sikhs and Chief Executive. Lingard, you don't drop by, you don't call. Aren't we pals anymore? Oh well, we're both busy people. And after all, I have lots of other friends. Some of them have badges. One of them told me you called Marshall Waits about a, shall we say, interesting find. I want in. No arguments. After all, how much does Waits really know about you? Not as much as your old friend here. And I bet he wouldn't be as understanding about black market med supplies. I look forward to your call, Doc. Okay, en wat hebben we nog meer voor informatie gevonden? Even kijken. Colonial Marshall Directive, Marshall Waits. Dr. Morley, I don't care what you think you need to do. I want you out of San Cristobal now. You know what we've set up in there. And I'm truly sorry for what it means for the patients who can't be moved. But this is the only way. There will be no further warnings, Marshall Waits. Dit zijn codes. Het is ook goed om te hebben. Marshall of Morley. Zegt tegen Lingard, die zegt tegen Morley. Morley, I need you out of medical. We've set up shop in the habitation tower. People are fighting over supplies. We've got more injuries coming in than we have the medicines to deal with them. And my team is depleted, to say the least. I don't know how you'll break the lockdown, but if you need to access San Cristobal central wards, I left the keycard in the security locker. Oké, is goed om te weten. En de security locker open je met 2505. Die keycard, die hebben we nodig. The lockdown, Marshall Waits. He says San Cristobal Medical has been locked down by the Colonial Marshals until further notice. Sevastopol's medical team are setting up field hospitals throughout Sevastopol to deal with the ongoing crisis. Locations to follow. And Ransom, Dr. Lingard, zegt die Ransom. Dr. Lingard, this is Ransom. Remember me, your friend. Oh, dat hebben we net gehoord. Dit was het verhaaltje dat we net hebben geluisterd. Die zak... Ja, precies. Dat hoef ik niet. Kan ik dit weer stoppen? Nee, die kan ik niet weer stoppen. Maar goed, dus. Nu weten we dat. Search operating theater for the Thormacrit. Find keycard access to San Cristobal. Oké. Maar die kunnen we dus vinden achter een code. Prima. Ligt hier verder niets meer, hè? Ja, dan moet ik zeg maar een code hebben. Kan ik een 7? Ik kan weer 7? Yes. 7 en gestopt, jongens. Ik trek het niet meer. Echt niet. Echt niet. Ik kan het spel in korte stukjes spelen. En dat vind ik echt interessant en boeiend en zo. Maar... Oh, hier. Shit, dit hadden we moeten doen. Wat was de code ook weer? 2505? Hier kan ik gevonden. Hou hierin. Oké, dan moet ik weer 7. I'm on my way. Goed. Oké, keycard gevonden. We kunnen nu die deur door daar. Is hier. Ah, nasty is dit. Arjan, je ging zo lekker. Kom op, Arjan. Ja, moet je luisteren, jongens. Het is 11:45. Ik moet morgen werken. Ik sta strak van de spanning. Ik moet eerst even zometeen rustig... Twitter teruglezen en even mijn mail en even chillen en dan gewoon gaan slapen. En dit is, kom op.
Wanneer krijgt het ding op groen? Dat safe ding moet op groen, dan kan ik weer saven. Met mijn nieuwe keycard. Anders stop ik nu gewoon. Dan pakken we die keycard volgende keer wel op. Het is alleen maar een keycard. Ik weet niet wat er op wat het afhangt ook. Oh, nu. Oké, okay, prima. Prima. Het duurt gewoon even. Het spel vindt gewoon leuk om je te pesten hiermee. Goed. Oké. Okay. Fijn. Tof. Hehe. We hebben alle dingen gedaan. We hebben keycard. We hebben video's gezien van Lingard. We weten wat we moeten doen. En nu gaan we lekker stoppen. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Als je dit toevallig op YouTube terugziet later, dan. Duimpje omhoog is heel fijn. Alvast bedankt ervoor. Mensen die er nu bij zijn, ga Alien kijken. Dat meen ik. Dat moet je echt doen. En dan snap je ook waarom ik zo scheiterig ben. Bedankt dat je erbij was. Want dat het is ontzettend fijn. Ik heb geen doorzettingsvermogen, Marco, Bond. Dat weet je ook wel. Niet in dit spel. Dat is echt niet mijn ding. Maar goed, volgende keer als ik live ga, dan zie je het er zelf weer voorbij komen. En nogmaals, Dying Light. Zoek even op YouTube, is leuk. Dat ga ik dus ook doen. Dus dat moet je lekker gewoon bij mij gaan kijken. Dat zou ik leuk vinden. Nou, hey, dat is dat. Tot volgende keer, hè.